De actiedreiging vanuit de regering van Medici in Suriname, VMS, en de Vereniging van Apothekers om de dienstverlening volledig stop te zetten lijkt te zijn afgewend. De minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, heeft gisteren een bespreking gehad met de besturen van beide organisaties en met de Nationale Ziekenhuisraad. Bij twee van de besprekingen zat ook de directeur van het SZF, Rick Kromodiharjo, aan. De bewindsman heeft enkele toezeggingen gedaan, die volgens hem ervoor hebben gezorgd dat de rust binnen de gezondheidssector is teruggekeerd. De regering heeft zich namelijk hard gemaakt voor betaling van declaraties via het SZF, zodat cao-verplichtingen en de betaling van kritische crediteuren door ziekenhuizen kan plaatsvinden. Ook het inlopen van betalingsachterstanden van het SZF aan dienstverleners zoals specialisten en apothekers zal de regering veiligstellen. De gesprekken met het SZF worden vandaag voortgezet.